Zeewolde, een hele goede avond en welkom in de luxe. Normaal hebben wij hier 350 man zitten. Gaan we sportmannen uitreiken, sportploeg talenten, noem maar op. Helaas, het is anders, maar wij hebben voor u thuis een fantastisch programma. Welkom bij Sportgala Zeewolde. Er zijn dit weekend toch sportprijzen uitgereikt in gemeente Zeewolde. Het Sportgala werd dit weekend in aangepaste vorm online gehouden. Ik ben blij dat we iets neer hebben kunnen zetten, ondanks deze rare tijd. Dat we aandacht hebben kunnen vestigen op de lokale sport in Zeewolde. En dat we de enige zijn in de provincie. Dat is denk ik een goed signaal dat we als bestuur heel erg creatief met op willen omgaan en iets hebben neer willen zetten. Ja, is het belangrijk om aandacht te hebben voor de sporters? Ja, juist nu, omdat 2020 was voor ons allemaal een heel lastig jaar, maar in het bijzonder natuurlijk ook voor de sport, die voor een groot gedeelte stilgelegen. En je ziet ook wel in Zeewolde dat een aantal verenigingen het gewoon echt heel erg lastig hebben. Dalen de inkomsten, leden die afhaken. Daarom willen we juist de aandacht vestigen op de sport. Sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het jaar werd niet gekozen, omdat door het coronavirus veel sport werd afgelast in 2020. Sportvrijwilliger werd Ben Schaft van de korfbalvereniging Wolderwijd. Tilly Verhaar van de balletschool Zeewolde kreeg de oeuvreprijs en de corona-inspiratieprijs ging naar de avondvierdaagse. Nou, we hopen dat we volgend jaar gewoon weer een normale editie kunnen organiseren. Het wordt dan ook de 30e editie van het lokale sportgala. En we hopen dan gewoon weer een volle luxe te hebben. Maar mocht het nodig zijn dat hopen we natuurlijk niet maatregelen zijn, dan zullen we daar gewoon op een creatieve manier weer mee omgaan, net als dit jaar. Ja, de ervaring hebben jullie nu? Gelukkig wel, ja. Zeewolde, bedankt voor het kijken. Wij kijken terug op een hele succesvolle editie. Tot volgend jaar op de derde zaterdag van januari 2022 in de Lux. Bedankt voor het kijken en tot volgend jaar. En hier zijn Waving Banner.